Furia Calti opent het jubileumconcert voor 25 jaar Arte Musicale in de Gentse Sint-Stefanuskerk. Ook het jeugdkoor Furiosa en kamerkoor Furiant maken deel uit van Arte Musicale. Allemaal koren die verwijzen naar vuur, naar passie van de leden en van oprichter en dirigent Steve de Veijerman. Dat is de manier waarop we zingen en waarop we met muziek willen bezig zijn, denk ik. Onze naam trouwens, Furiant, is ook een term die Dvorak, een componist, gebruikte in zijn symfonie om uit te leggen dat je intens en vurig dynamisch moest spelen. En we hebben die naam eigenlijk als inspiratie genomen voor onze eigen bezielde optredens. We zijn eigenlijk een concertkoor, toernooikoor, dus elk jaar hebben we wel een uitmuntend programma klaar. Vanavond brengt elk koor zijn eigen uitmuntende programma van dit jaar. Wat is het succes van jullie koor na al die jaren? Ik denk dat wij vooral vrij gepassioneerd zingen. Wij zingen allemaal super graag. En ja, wij zijn ook een hele echte groep. En dat is ook wel zo uniek maakt, denk ik. Is de sterkte ook jullie dirigent? Hoe is jullie dirigent? Ja, een dirigent maakt echt het koor. Dus wij denken, als een dirigent wel is, zou een koor altijd zingen. Maar dat is toch helemaal anders. De koren brengen een heel gevarieerd programma. Van gospel tot Mendelssohn, van traditionals tot Hebreeuwse liefdesliederen. Succesnummers waarmee ze concerten brengen en prijzen binnenhalen in wedstrijden. Even belangrijk is het feit dat er geen drempels zijn. Iedereen is welkom om aan te sluiten, als je maar zin hebt om te zingen. En dan het hoogtepunt van de avond. Speciaal voor dit jubileum schreef componiste Erika Boudai Hymn to Music. Inspiratie vond ze in een Amerikaanse bibliotheek. Van een bankier uit de 18e eeuw, die in zijn vrije tijd gedichten schreef. En heeft een prachtige hymne geschreven, Hymn to Music, waarin dat het Praise the Lord-achtige eigenlijk minder, absoluut eigenlijk helemaal niet aan bod komt, maar de muziek en de kunst op de voorgrond treedt.